U bent de eigenaar van Oerkroeg Ziele. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? De Oerkroeg, dat is iets wat de vorige eigenaar eigenlijk heeft bedacht. Omdat het pand al meer dan 350 jaar oud is. Of meer dan 350, maar verder kunnen we niet in de geschiedenis terug. En Schiller, dat komt eigenlijk van Schiller Amsterdam. De eigenaar, Prins, die destijds het café runde rond 1900, stuurde zijn zoon naar Amsterdam, naar Schiller. Het Schiller Crest Hotel, waar iedereen kent van RTL, hoe heet dat, met Huberta Tan en zo. Daar komt de naam eigenlijk vandaan. U maakt nu afhaalmaaltijden, of mensen kunnen dat bestellen. Hoeveel mensen doen dat eigenlijk en wanneer is dat? Wij doen dat donderdag tot en met zondag. En dan doen we altijd per dag een vaste maaltijd. Zowel één vegetarische maaltijd en één gewoon maaltijd met vlees of vis. Dat loopt aan zich goed. De ene keer zijn er 40 en de andere keer zijn er 30. Dus dat wisselt. En vandaag is dat meer, omdat natuurlijk de karamelse saus in de Achterhoek een heel populair gerecht is. Ja. Dus dat is dan een extraatje, wat ons dan door Herman is gegund. Wat is nou precies karamelse saus? Heel erg lekker. Nee, karamelse saus is een saus, de naam zegt het al, is van karamelk gemaakt. Daar doe je bloem doorheen, uien, spekjes. En ze serveren met aardappelen en andijvoetsla of ijsbergsla. Bruine bonen, kapucijners, iedereen heeft zo zijn eigen combinatie, maar ook eigen recept. Je vertelde in de winter, in januari, daar hebben jullie een battle gehad. Klopt. Hoe was dat ontstaan? Er is altijd heel veel discussie over karamelse saus. Hè. Je vindt het lekker of je vindt het afschuwelijk. Maar als je het lekker vindt, dan zijn er ook, de ene maakt de lekkerste, de andere maakt de lekkerste. En dat mondde in heel veel discussies uit. En hadden we zoiets van, er is maar één manier om dat te bepalen. En dat is de mensen zelf laten proeven. Nou, toen hebben we hier met Jaap en met Jan, de kok, hebben we overlegd van, dat is een idee, wat vinden jullie daarvan? En ze vonden het een heel goed idee. Nou, toen hebben we dat hier met drie mensen, hebben we karamelk saus gemaakt en hebben we een battle gedaan. En de bezoekers en de proevers, die hebben bepaald wat de lekkerste karamelk saus was. Ja, en wie had de lekkerste? Ja, dat mocht ik, of de bezoekers bepaalden dat ik de lekkerste saus maakte, ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. 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 Nu zijn jullie dus druk bezig in de keuken, want het is een afhaalmenu geworden nu. Ja, klopt. Schiller is begonnen met afhaalmenu's en toen heb ik een keer naar de kok en naar de eigenaar geappt van als ik jullie op de een of andere manier kan helpen, ik wil best een keer mijn handjes laten wapperen. En toen is het idee ontstaan om ook weer opnieuw karamelk saus te gaan maken, maar dan als afhaalmenu. Ja. Zijn er veel menu's besteld? Ja, de teller staat nu op 150 menu's. Zo. Ja, dus we moeten 40 liter karamelk saus gaan maken. 40 liter? 40 liter, ja. Ja. Is dat te doen? Dat is wel te doen, maar je hebt wel tijd nodig. En het moet wel heel rustig gebeuren, anders gaat de karamelk schiften. Ja, dan kun je helemaal overnieuw beginnen. Dus daar zitten de mensen thuis natuurlijk niet op te wachten dat hun gerecht nog niet klaar is als ze het afkomen halen. Dus het moet wel heel voorzichtig. Ja. En er zijn mensen die maken het ook van bloempap, maar dat vind ik niet de echte karamelkse saus.